Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe weekvlog na een hele lange tijd. Ik ben het wel een beetje verleerd, dat zeg ik alvast. Wow, heel gek. Van 2 jaar geleden naar nu opeens, in 2021, in een gekke tijd. En ik kreeg veel de vraag of ik wilde laten zien hoe het eigenlijk nu te werk gaat. Dus kijk mee deze week. Onze week ziet er eigenlijk nog steeds hetzelfde uit. Maandag, dinsdag, donderdag trainen en zaterdag een wedstrijd. Wat wel zo is, mondkapje op binnen. Dus ga ik even opdoen. En dan neem ik jullie mee op deze maandag van onze krachttraining. Binnen dus een mondkapje op. Dat zijn nou eenmaal de regels. Hier staat eigenlijk alles vol. Want wij zijn een vaccinatielocatie geworden. Dus je kan in de grote hal bij ons niet meer kijken. Dus wij spelen ook onze wedstrijd in de kleine hal. Maar onze krachttraining gaat gewoon nog door. En natuurlijk ben ik altijd nog met Jor. Dat is ook niet veranderd. En wat nu wel anders is, dat we elke maandag zo'n infraroodfoto maken. Dat we, ja, hebben we eigenlijk zo besloten. En dat doen we nu. 5 uur. Even wachten tot de rest foto's hebben gemaakt. En dan kunnen wij een foto maken. Achter me zijn ze al bezig. Bas, Stef en Kels. Nick heeft al een foto gemaakt. Je ziet allemaal nieuwe namen. Het zijn niet meer dezelfde namen als je 2 jaar geleden hebt gezien. Dus we hebben natuurlijk sommigen gestopt of naar een andere vereniging gegaan. Maar we hebben nu ook wel een gezellige groep. Dus lekker hard trainen. We hebben het schema gekregen. Dus een foto en dan trainen. En dan zit onze maandag er wel op. Fotootjes zijn gemaakt en nu worden ze geïmporteerd. En dan zien we of er iets is. Iets aan de hand is. Ik voel mezelf wel goed. Maar soms is er iets te zien wat je denkt, nou, misschien toch. Dus laten we kijken. Wat je eigenlijk ziet is dat het deze week goed is. Dat ik niet zo heel veel gekleurde vlakjes heb. Eigenlijk alleen maar mijn benen. Maar dit is voor mij normaal. Het verschilt per been. Alleen deze week is het weer hetzelfde been gebleven. Dus ik, volgens de foto ziet het allemaal goed uit. Bezig. Hier zijn we een schemaatje aan het doen. Hier een schemaatje. Kijk, we zijn met z'n 9 of zo, 10. We zijn lekker bezig. Zo, ik zit even op de fiets, even aan het uitfietsen. En gelukkig zijn er niet meer de beelden dat ik niet kan fietsen. Dat ik moet proberen te fietsen, want die zijn gelukkig verleden tijd. Ja, we zijn klaar voor vandaag. Maandag de krachttraining gehad. Morgen hebben we dus weer een training. Wij starten gewoon nog steeds om 5 uur. En hebben eten tussendoor en weer een avondtraining. En dat herhalen we dus donderdags ook. Ja, eigenlijk is daar niet zo heel veel in veranderd. En hebben we dat gewoon nog aangehouden. En helemaal nadat we weer mochten. Morgen nog meer uitleg over hoe het gaat, waar we heen moeten. We trainen dus niet meer in de grote hal, in de topsporthal, maar in onze brede hal. Door een vaccinatielocatie die hier gemaakt is. Heel zonde, want er zijn momenteel nog geen vaccinaties. Dus we hadden op zich nog best wel kunnen trainen in die hal. Maar dat zijn keuzes die gemaakt worden natuurlijk. Ik zou zeggen tot morgen. En ja, eigenlijk niet zo heel veel meer. Tot morgen. Hallo allemaal, het is dinsdag en wij lopen nu naar de hal toe. We hebben een beetje alternatieve route. Want ja, we weten niet wat er aan de hand is. Daar mogen we niet langs. Dus we zijn maar even zo gelopen. Want we lopen nu niet door de hoofdingang, maar we lopen langs het veld hier zo naar de kleine hal eigenlijk. Ja, omdat we dus daar trainen. Want ik had al gezegd dat we geen gebruik kunnen maken van de grote hal. Dus we lopen buiten langs. Tuurlijk, het mondkapje is er weer. En dan starten we met onze eerste training. Ander kleurtje groen. Huh? Hij is het ook niet gewend. Ik zeg een ander kleurtje groen. En een stuk kleiner. Maar we zijn wel blij dat we nog in onze eigen hal mogen spelen. Want we hebben het ook wel eens anders gezien. Dus semi-blij.
Het is hier wel heel warm in de hal als je bezig bent. Dus dat is niet zo heel lekker. We hebben de training gehad en we hebben gewoon gegeten. En nu aan het wachten, het is nu 7 uur. Wij gaan zo meteen bespreken. Hij gaat het tweede ook. Nou, we bespreken eigenlijk beide gelijktijd. Natuurlijk de wedstrijd even nabespreken van afgelopen weekend. Voor ons beide ploegen niet zo goed. En natuurlijk voorbespreken naar wat er aankomende zaterdag gaat komen. En dan spelen we tegen LDODK thuis. Dus ja, we hebben net al eigen partijen gedaan. Al eigenlijk onze avondtraining. We hebben omgewisseld omdat we zo meteen iets met z'n allen gaan doen. Een beetje fun time. Wij zijn klaar met trainen. Het is nu, ik laat het zien. 9:45. Na de training doen we dus ook weer een mondkapje op en dan kunnen we gewoon naar buiten. Je zou denken, hey, dat is na 9:00, mogen jullie wel buiten zijn? Ja, wij hebben gewoon een werkgeversverklaring die gewoon geldig is voor ons. Dus wij kunnen op onze trainingsavonden, dinsdag en donderdag, na 9:00 nog over straat. Dus dat is wel fijn dat dat geregeld is. Het is donderdag en we zijn er klaar voor. Nog 2 minuten en dan beginnen we. Ik moet mijn haar doen en shirt aan. En dan kunnen we starten. Heel snel misschien. Om bij onze kantine te komen hebben we 2 opties. Door de buitendeur en dan buiten omlopen. Of door binnen door de trap op. En dat is wat... minder koud. Dus we lopen nu hierboven. Wat is hier eigenlijk? Ja, ik kan het eigenlijk niet echt goed laten zien. Maar als je bij ons in de hal bent en dan boven de tribune hebben we een soort balkon, allemaal dingen. En je kan nu niet zoveel zien, want we hebben een zwarte doek hier staan omdat hier dus die prikdingen zijn, hierachter. Dus deze route doen we nu naar de kantine. Het is dus bovenlangs. En zelfs hier zien we niks. We kunnen echt geen één mogelijkheid meer in de hal te kijken. Ook niet bij Sports Performance. Het is 8:45. Als je hard getraind hebt, goed getraind hebt, dan is het best prima om iets eerder te stoppen. We hebben ook hard getraind. Heel erg gezweet. Wat ik al zei, het is hier best wel warm in die hal. Dus je zweet gewoon nog erger dan in die andere hal. Het is hier gewoon iets warmer dan daar. En ja, het is maar zo. Donderdag training zit erop. Deze hele W-training zit erop. En nu op naar zaterdag. En ik denk dat dat misschien wel een leuke dag is om te kijken hoe alles in zijn werk gaat. Het is zaterdag en we zijn net bij KZ aangekomen. En ik laat jullie zien hoe het allemaal op zo'n dag te werk gaat. En ten eerste lopen naar de breedtehal, dus weer langs het veld. En testen. Zin in. Als we hier zijn moeten we eerst temperatuur. Ik zet eerst mijn tas even neer. Zo mijn haar. We moeten eerst temperatuur meten. En dat doen we in onze douche eigenlijk. 36. Nou, die is goed. En na temperaturen testen. Heerlijk, ik heb er zin in. Dat was Getest, dank jullie wel. En gaan jullie naar de
plekje brengen. Ja. Dus na het getest worden we naar een plekje gebracht. Temperatuur. Ja. En hier gaat iedereen zitten op afstand. Nog even tranen weghalen. En lopen we hier zo door. Iedereen zit hier te wachten. Hallo. En dan krijg je hier plek. Dankjewel, Erna. Hier wachten. Dankjewel. Succes. We mogen hier zitten. En wachten. Oh, het is echt niet fijn. Het went gewoon niet. Je moet het echt wel ervaren hebben om te weten hoe het voelt. Maar ja, wennen? Nee, wennen er echt niet aan. We horen gekregen dat het allemaal goed is. Dus een negatieve test heb ik. Dan lopen we weer door de kleedkamer. Volgens mij, we moeten door de kleedkamer gewoon, toch? Ja. Dankjewel. En lopen we door de kleedkamer en dan hier in de hal. Heel klein. En dan zetten we onze spullen neer en dan kunnen we voorbereiden. Rust bij het tweede. Het gaat 12-12. Dat hadden we niet helemaal verwacht, want het begin ging niet zo goed. In de rust moeten we dus op de vloer blijven. We mogen niet meer naar de kleedkamer zoals we normaal altijd deden. Of wat je zelf misschien ook wel gewend bent. En daarom zitten ze daar op stoeltjes, want dat vinden wij zelf wel wat fijner om te kunnen zitten. Want anders moet je gewoon staan en dat is niet zo heel chill eigenlijk. Geworden. Heel spannend aan het einde. Had misschien kunnen winnen, maar wij mogen nu ons mondkapje afdoen en we mogen gaan inschieten en klaarmaken voor onze wedstrijd. En we hebben nog 3 kwartier voor, dus er zit best wel veel tijd tussen eigenlijk. Dit zijn beelden van backstage. Zelf hebben wij dit ook nog nooit gezien, omdat we nu in deze kleine hal zitten. De interviews worden hier ook gehouden. En alles voor de livestream om het goed te laten verlopen is hier ook. Plus de commentatoren zitten hier. Dus voor ons ook wel een uniek kijkje backstage. Jongens, tot ooit en bedankt voor het kijken nogmaals.